Nadat in december bekendgemaakt werd dat Jan Achterkamp stopt als stadsbijendier, is er sinds 1 februari een nieuwe bijendier, Bouke Reitsma. En dat vindt hij een hele eer. Ja, een bijendier heeft het bijzonderste vak van de wereld, want dat zeg ik altijd. Want ja, wie wil niet op zo'n plek zitten met uitzicht op de stad? Als stadsbijendier speelt de geboren Fries wekelijks op het carillon in de Deventer Toren. Van Friesland naar Deventer is nogal een stuk. Hij kwam dan ook niet zomaar in Deventer terecht. Ja, eigenlijk via een omweg, eigenlijk via Utrecht, waar ik mijn studie heb gedaan aan de Hogeschool voor de Kunsten. Het conservatorium is daar een onderdeel van. En ook de Nederlandse Bijaardschool, waar ik de enige Nederlandse opleiding tot bijaardier, waar ik de opleiding tot bijaardier heb gevolgd. Het opvolgen van Jan Achterkamp was ondanks zijn functie als invalbijaardier nog geen gelopen race. Bouke moest er nog wel het een en ander voor doen. Ik heb een open sollicitatiebrief geschreven. Ik was al een beetje bekend hier, want ik was vaste vervanger van Jan. Jan had twee vaste vervangers, Wim Ruitenbeek en ik. En dan ben ik gekozen om hier bijaardier te worden. Nadat ik een open sollicitatie heb geschreven, een gesprek gehad. Stadsbijaardier zijn houdt nog veel meer in dan alleen het bespelen van het carillon. Bouke is nog druk met veel meer dan dat. Maar wat zijn die bezigheden eigenlijk? Het bespelen van het carillon, de stad in trek om te kijken wat er is aan festivals waar ik toch ook uiteindelijk weer bij het carillon zal bespelen. Maar ook het versteken van de speeltrommel. Bijvoorbeeld de melodieën die ieder kwartier klinken voorafgaand aan uur, half uur, kwart voor en kwart over. Hoor je een korte melodie en die zorg ik straks voor op een speeltrommel dat ik daar een pinnen in steek. En dan heb je weer nieuwe melodieën voor een jaar. Zoals gezegd is Bouke sinds 1 februari officieel de nieuwe stadsbijaardier van Deventer en Badme. En als het aan hem ligt, dan duurt dat ook nog wel even. Nou ja, kijk, Jan-Willem Achterkamp is in december met pensioen gegaan. Dus als het aan mij ligt, liefst tot mijn pensionering.